Zo, we gaan van start. Hier staat hij dan, de nieuwe voorzitter van CDNV. Ik heb het niet over mezelf, ik heb het over de mens die u daar ziet staan en die, wat mij betreft, symbool staat voor de voorzitter van CDNV. Helemaal aan de top. Aan de top van een partij die lokaal ook de top is. Geen partij met meer burgemeesters. Geen partij met meer afdelingen die in het schepencollege zitten en een partij die meer gemeenteraadsleden telt. Geen partij die meer mensen heeft die actief zijn lokaal en die zich engageren. En dus ja, daar staan wij, helemaal aan de top. Maar zoals u ook wel ziet, staat diezelfde mens ook een beetje aan de rand van de afgrond. En voor een stuk is dat ook waar we, waar we nationaal staan, als partij. En dat is ook de reden waarom mijn slogan pompen of verzuipen is. En waarom ik ervan overtuigd ben dat we de komende jaren heel wat gaan moeten veranderen als we ervoor willen zorgen dat we opnieuw bovenop geraken. We zullen moeten pompen, als partij. En we zullen moeten pompen, en ik ga u meteen een bekentenis doen. Mocht ik daar ergens, in het midden van die grafiek, 31 jaar oud zijn geweest, ik had me nooit kandidaat gesteld. Ik had gedacht, laten we kiezen voor rustige vastheid. En laten we kiezen voor zekerheid. Want een partij van 40%, zoals daar in het midden van die grafiek, waarom zou je die eigenlijk moeten veranderen? Maar vandaag zitten we daar niet. En zitten we veel lager. Aan 15% in 2019 bij de verkiezingen, en volgens de laatste peilingen zelfs tot aan 11%. En dus moet het anders. En moet ik me kandidaat stellen? Ik moet me kandidaat stellen en ik zal pompen, maar wel pompen met de C vooruit. Omdat ik ervan overtuigd ben als, dat we als partij moeten zien dat we trouw blijven aan onze ideologie. En ja, die C is van belang. Als we die C eruit halen, dan zijn we voor mij niks meer dan een partij die staat tussen links en rechts. En die af en toe een keer is waggelt naar links en af en toe een keer is waggelt naar rechts. En dus die C is van belang. En we moeten mensen duidelijk maken waar de christendemocratie voor staat. En vandaag is dat eigenlijk. Net die C en net onze christendemocratie, de ideologie die mensen moet begeesteren en die mensen duidelijk moet maken dat wij met de oplossingen komen. En wij zullen met de oplossingen komen, want deze avond zit u hier in deze zaal, maar heel veel mensen zijn thuis aan het kijken naar een reportage die draait rond eenzaamheid. En het gaat over mensen die zich eenzaam voelen, van jong tot oud. Mensen die een gezin hebben, mensen die in het verenigingsleven actief zijn, mensen die werken, maar die toch het gevoel hebben dat ze alleen zijn. Ondanks het feit dat je verbonden bent met je smartphone met de rest van de wereld. Een samenleving waar dat vandaag heel veel mensen ook thuis zitten, maar liever zouden werken, maar uitgeperst zijn geweest. Het gevoel hebben gehad dat ze te veel hebben moeten werken, werken, werken. En vandaag zijn er 144.000 mensen die thuis zitten en die kampen met een burn-out of een depressie. Ook daar zijn wij toch degenen, als christen-democraten, die pleiten voor een betere evenwicht tussen werk en gezin. En de ethische thema's die mogen we zeker ook niet vergeten. En die duiken vandaag misschien nog meer op. En het is belangrijk dat wij ons daar als partij ook heel duidelijk op gaan profileren. En duidelijk maken waar wij voor staan. En ik moet zeggen, het is iets wat mij persoonlijk raakt. Ik heb heel lang mijn grootmoeder gekend die in de laatste jaren wat heeft zitten aftakelen. En die iedere keer tegen mij zei, als ik voor haar ging zorgen. Ja, Sammy, sorry dat je hier moest zijn. Hè. Sorry dat je mij moest komen helpen. Mensen verontschuldigen zich voor het feit dat iemand tijd moet maken voor hen. Terwijl we net blij zouden moeten zijn dat we tijd maken voor elkaar. En dus het voltooid leven waar sommigen achter staan, is net iets waar wij ons heel hard tegen moeten durven blijven verzetten. Maar we moeten denk ik ook iets christendemocratischer durven zijn dan we vandaag de dag zijn. En rentmeesters zoals we zijn, die zorgen we ervoor dat zowel uw portefeuille als de planeet dat we die goed doorgeven van de ene naar de volgende generatie. En het feit dat er vandaag nog een veel te groot gat in de begroting is. En het feit dat de klimaatuitdagingen nog niet goed genoeg worden aangepakt, ja, dat is ook ergens onze verantwoordelijkheid. En ik wil ons daar veel luider over horen klinken. Maar de inhoud, die heeft u voor een stuk meegekregen, voor een stuk zal het ook gaan over de partijstructuren, die anders zullen moeten zijn. En we hebben nog de partijstructuren van de vorige eeuw. En in de vorige eeuw was dat geen enkel probleem. De vorige eeuw, dat is de eeuw van mijn grootouders. De eeuw van mijn grootouders tegen wie dat ik zei, oma, op wie gaat de stemmen? En mijn oma die antwoordde altijd op de goeie. Ik heb op de laatste dag, de dag dat ze, dat ze gestorven is, ben ik te weten gekomen dat die groei, ik wist het eigenlijk al, want ze wou het niet toegeven, maar ik wist wel dat ze eigenlijk een CVP-kaart thuis had liggen en dat die groei dat, dat de CVP was. Maar die tijden zijn voorbij. Mensen stemmen vandaag op de ene partij, op een maandag, en op een dinsdag zouden we op een andere partij willen stemmen. De kiezer is volatiel geworden. En We gaan duidelijk moeten maken met nieuwe partijstructuren, hoe dat we die nieuwe kiezers overtuigen. Maar niet enkel nieuwe kiezers. Ik vind ook dat het belangrijk is dat we werken aan onze eigen leden en onze eigen leden ook veel beter betrekken. En dus ja, als er een Vlaams regeerakkoord is dat goedgekeurd moet worden, dan ben ik van mening dat dat niet rap rap, tien uur nadat we de teksten hebben gekregen, moet goedgekeurd worden. En daar moet daar tijd voor worden gemaakt. En dus ja, vind ik dat we veel vaker congressen moeten organiseren waar de leden inspraak hebben en duidelijk maken welke richting de partij moet uitgaan. Leden moeten we aanvoelen waarom dat ze lid zijn van de partij. En dat moet meer zijn dan een boekje krijgen of af en toe naar een evenement te gaan. En we moeten ook veel meer provinciale netwerken uitbouwen. We hebben zoveel mensen die actief zijn lokaal, maar veel mensen kennen elkaar niet eens. Veel mensen zijn in hun eigen gemeente actief en kampen in oppositie met problemen, maar weten niet goed wat de oplossingen zijn die een gemeente er net naast aan Laten we op dat vlak ook werk maken van mandatarische toppen op provinciaal niveau, die mensen tot bij elkaar brengen. En aan uitwisseling kunnen doen. Van burgemeester tot burgemeester. Van schepen tot schepen. Van gemeenteraad zit tot gemeenteraad zit. En van lid tot lid. En ja, CD&V dat is ook teamwork. We stonden hier met zeven. Vandaag staan we nog met twee. Maar alle zeven zullen een belangrijke rol blijven hebben. Wat mij betreft zou Joachim morgen CEO van de partij mogen worden. Maar ik denk dat hij liever voorlopig nog kandidaat-voorzitter is. Maar. Ik denk wel dat het van belang is dat we alle info die iedereen heeft meegegeven en alle elementen die iedereen heeft meegegeven, dat we dat mee opnemen. Ook van Vincent van Petegem, vanaf Terwingen en Catherine Partica, die samen met de andere apostelen een heel goed rapport hebben geschreven, geschreven dat we moeten uitwerken. Ook met Christopher Meulen, die terecht heeft aangegeven dat we gebruik moeten maken van een digitaal platform om leden continu te blijven bereiken en te blijven bevragen. En ook Walter de Donder die als burgemeester duidelijk maakt dat we effectief onze burgemeester veel beter aan het woord moeten laten, omdat hij goed weet wat er leeft. En dus het idee van een soort van senaat van burgemeesters die de burgemeesters betrekt, ook dat moeten we in de partij zien binnen te halen. En ja, ook het middenveld zal een belang blijven hebben in onze partij, want onze partij gelooft niet in het individu dat zijn plan moet trekken. En onze partij gelooft ook niet dat de grote overheid alles moet gaan bepalen wat dat moet gaan doen. We geloven dat daartussen mensen zich verenigen. En dat doen de meesten van jullie iedere dag. En dus dat middenveld blijft van belang. En daarnaast hoop ik ook dat we experten blijven uitnodigen die ook nadenken over de CDV van de toekomst. Want ik wil ook dat we duidelijk maken aan de mensen dat we niet alleen nadenken over vandaag, maar dat we ook nadenken over morgen. En laatst, de inhoud. Daar zijn we het altijd over eens. Er is geen partij die mooier inhoud heeft dan de onze. De inhoud zit goed. Maar de verpakking. Daar scheelt het soms wel aan. En in een kiezer die volatiel is en die soms rap, rap een keuze moet maken, die kijkt ook wel iets te vaak naar de verpakking. En dus onze verpakking zal ook goed moeten zijn. En dat betekent dat die statistieken, dat dat de laatste keer is dat ik die wil zien. Ook op sociale media moeten we het anders gaan aanpakken en moeten we gaan investeren. Want het zal een van de manieren zijn om in de toekomst nieuwe mensen te overtuigen om te stemmen op onze partij. En ja, dat betekent ook dat we iets volkser gaan mogen klinken. Want een van de redenen waarom we het lokaal zo goed doen, heeft te maken met het feit dat we lokaal volks spreken. We spreken Nederlands. Op nationaal niveau spreken we iets te vaak Chinees. En spreken we taal die komt vanuit een politieke ivoren toren. Laat ons opnieuw Nederlands en duidelijk spreken, zodat mensen weten wat dat de standpunten zijn waar we voor staan. En het allerlaatste wat ik jullie wil zeggen, is dat we opnieuw trots moeten zijn op onze partij. En ik weet, dat is niet gemakkelijk, en ik weet, we doen graag aan zelfkastijding, en ik heb het misschien voor een stuk zelf ook wel gedaan, maar dat, ben ik, dat is ook gewoon omdat ik een goede christendemocraat ben. Maar ik hoop dat we in de toekomst daar werk van kunnen maken, omdat ik het persoonlijk ook wel beu ben om iedere keer mij te moeten verantwoorden voor het feit dat ik CD&V'er ben. Iedere keer krijg ik mensen te horen die zeggen, maar hoe komt het dat jij bij CD&V zit? We laten we werk maken van een partij, waar als in de toekomst iemand lid wordt van de partij, dat die zijn vrienden, als eerste reactie hebben, en bij wie zit je? Bij CDNV. Uiteraard bij CDNV. Bij wie anders dan CDNV? Dank jullie wel.